Dag, dit is Spakenburg Nu, een speciale editie. Want we blikken terug op Koningsdag en alles wat daarmee te maken had. U kunt vandaag dus van ons verwachten ouderwijze trekkerclub, kleedjesmarkt, kinderspelen Spuiplein, Koningsdag Eemdijk, lampionnenoptocht en vuurwerk. Koningsdag staat niet op zich. Al in de voorgaande week gebeurde er veel en een deel daarvan lieten wij u al zien. Maar vrijdag leek het wel alsof alle kinderen in het oranje waren. Er waren koningsspelen en dat hield voor een aantal scholen in dat er een vossenjacht georganiseerd was. Zo liepen er in en rondom het Koenraadspark een heleboel vreemde figuren rond. Vrijdagavond werd er door de ouderwijze trekkerclub een mooie oranjetocht georganiseerd. Mocht u denken dat dit de eerste keer was dat een dergelijke tocht werd gereden, dan hebt u het helemaal mis. Het was al de zevende keer. Een prachtige stoet van versierde trekkers, met daartussendoor ook andere bijzondere voertuigen en solexen, reed een uitgebreide route door het hele dorp. I've never known anyone like you. There's something very special about you. I can't imagine living without you. It's the way of the world and motion, and no ocean can keep us apart. When the moment is right and you're holding me tight, you capture the beat of my heart. In my heart there's a fire that's burning, and there isn't a thing I can do. And resign to the fact that there's no turning back, and I'll never regret loving you. Baby, I will go in. Zaterdag 26 april werd Koningsdag gevierd. De datum is eigenlijk 27 april, de verjaardag van koning Willem-Alexander. Maar Koningsdag vieren op zondag is voor velen niet aan de orde en daarom werd het de zaterdag van tevoren. Toen de scholen op weg gingen naar de obade, was iedereen al in de stemming omdat het oranje zonnetje al uitgebreid scheen. En dat is op zich al zo geweldig dat vrijwel alle gezichten ook op zon stonden. De obade werd dan ook druk bezocht. Het was weer een geweldige obade. Ja. Hoe is uw reactie? Ja, ik kan alleen maar een heel feestelijk en blij gevoel van krijgen. Het is altijd weer, elk jaar weer een feest, toch weer een verrassing. Je weet wel een beetje wat je verwachten kan. Maar het is toch weer een verrassing als er zoveel mensen zijn. De opgetogenheid, de opgewektheid van mensen. Het karakter van, hé, we hebben een fijne dag, we zijn in Nederland samen. En er zijn altijd al zoveel andere dagen met oneenigheden en discussies. En dan is dit toch fantastisch dat je zoiets als nationale feestdag hebt. En dat we enorm trots zijn op onze nieuwe koning en zijn vrouw, onze koningin. Ja, want ik heb een aantal mensen gevraagd van hoe is dit eerste jaar nou gevallen bij u. En iedereen is enthousiast. Ja, iedereen is enthousiast. En er is nooit een negatief woord eigenlijk over koningin Beatrix geweest. En dan zie je van zou dat gaan als dan vervolgens er opvolging komt. En dan komen ze en dan doen ze dat. En ze doen dat ook in de eigen stijl. En het wordt toch weer zo gezien van, ja, dit is wat wij graag zien. Zo vinden wij dat het mooi is om in Nederland toch, ondanks het feit dat men allerlei andere dingen roept over van wie doet dat nou met erfelijkheid en zo. Dan zeggen wij van, nou, we hebben dan toch maar dit instituut van het koningschap. En zolang deze mensen dit willen doen en op deze manier doen, nou, dan zeg ik van oude woorden, God, Nederland en Oranje, dan mogen we heel dankbaar zijn. Een dankbaar mens, dat is helemaal duidelijk. Ja. Nog even op de laatste maanden terugvallen.
vanaf de verkiezingsdag tot nu, of misschien zelfs daarvoor, hoe is alles op u overgekomen? Hoe voelt dat? Ja, kijk, de verkiezingen, dat is na de verkiezingsdag toe zie je de zenuwen en de onrust bij allerlei mensen toenemen. De verkiezingsdag zelf is een dag van opluchting en teleurstelling en blijdschap. Dat ligt allemaal zo dicht bij elkaar. En dan vervolgens wordt er gezegd van oké, nu zitten de verhoudingen zijn zo, nu moeten we gaan werken. En ik heb eigenlijk uit de overleggen die gekomen zijn, in de loop van de tijd ben ik bijgepraat door meneer Kistjes, die informateur was en later formateur. En er kwamen eigenlijk alleen maar witte rooksignalen uit die kamer vandaan. En dat is niet één keer dat je dacht van, oh jongens, donderbuien, zwarte hemel, het zou wel eens fout kunnen gaan. Dus er is gewoon een goede proces geweest, dat was ook afgelopen week in de gemeenteraad te merken. Het nieuwe college van start gegaan is dat het duidelijk is dat die het moeten doen met elkaar, die partijen. En dat die wethouders gedragen worden door de raad. En ja, dat denk ik een mooi uitgangspunt om de komende 4 jaar met vertrouwen aan de slag te gaan. Er is enorm veel te doen. Er moet veel bezuinigd worden. Er komen allemaal nieuwe taken op de gemeente af. We moeten veel in de zorg gaan betekenen als gemeente. Dus een hele uitdaging. En ja, ik ben blij dat we weer, hè, want dat was ook in de afgelopen periode zo, maar nu ook weer een mooi team van mensen die bekwaam zijn, in mijn ogen bekwaam zijn om het dorp te besturen. Ik denk dat dat een mooie is om dit nieuwe jaar weer in te gaan. Dit nieuwe jaar tot de volgende Koninginnedag. Ja. Ik dank u hartelijk en ik wens u een mooie dag. Tot de volgende Koningsdag. Ja. Dat doen we zo. Zei ik het ook fout, nee? Ja. Ja, dan zijn we samen, hè? Want u deed het ook. We zijn samen. En ik dacht al van, nou, hebben ze het nou door dat ik het niet expres deed? Ja, dat hebben ze door. Want dat wou ik even niet doen. Ik had het niet eens door. Nee, daarom. En ik hoor het nu toch ook. En zo blijft dat wel. Maar dat Koninginnedag gevoel, hè? Ja. Dat houden we vast, want dat nemen we mee naar Koningsdag. Dank u wel. Goed zo. Dag. In het dorp was inmiddels alles in gereedheid gebracht voor de grote kindermanifestatie op en rond het Spuiplein. Daar waren namelijk vele leuke kinderattracties opgesteld. Er werd druk en enthousiast gebruik van gemaakt. Later rondom werd de kleedjesmarkt gehouden. Vele kinderen van de basisscholen
hadden hun koopwaar uitgestald. Noem maar iets op en het stond er. Werkelijk voor elk wat wils. En de spullen verwisselden dan ook de hele middag van eigenaar. Iedereen blij. Gelijk met de kindermanifestatie was er ook weer de traditionele feestmarkt bij IJsselmeervogels. Er konden allerlei spellen gedaan worden. Dweilorkest Kapel Decibel maakte het extra gezellig. Er kon penalty geschoten worden en er was een veiling. En nieuw was het kinderparadijs Amalia. En natuurlijk kon er in het oranje zonnetje genoten worden van een hapje en een drankje. Aan de andere kant van het voetbalpark bij Spakenburg werd net als vele voorgaande jaren het 4 tegen 4 jeugdtoernooi georganiseerd voor alle smurfen, F- en E-pubillen. Dit toernooi werd op het hoofdveld van Spakenburg gespeeld. Even een beschouwing over Koningsdag in den Lande. Hoe kijkt een buitenlander naar ons als wij zo uitgebreid Koningsdag vieren? Een Duitse vrouw die sinds enkele maanden in Nederland woont, beleefde het als volgt. Ze dacht aanvankelijk dat iedereen feest vierde omdat elke Nederlander fan van de koning is. Maar dat is niet helemaal het geval. Oranje is zeer populair, dat wel. Maar deze dame kreeg vooral de indruk dat Nederland zichzelf viert. Hoewel Koningsdag dus niet echt over de koning gaat, is hij wel geschikt als reclamefiguur. Ze zei, ik herinner het me dat ik 2 weken geleden een foto nam van een reclameposter in Delft met Willem-Alexander en de slogan, een pilsje. Ze vond dat erg grappig. Op de Utrechtse Vrijmarkt diende het portret van de koning om werkelijk van alles aan de man te brengen. Bier, popcorn, patat. En een koning kan zo'n taak natuurlijk beter vervullen dan een president. Niemand wil een foto van een politicus op zijn flesje bier hebben. In een friettent waar een stralende koning de patatzak in zijn hand aanprees, vond zij tenslotte alsnog 2 echte fans van het koningshuis. Wij houden van de koning, zeiden Fatima en Floris, de verkopers. Fatima, een Nederlandse wier ouders uit Marokko naar Nederland waren gekomen, zei bovendien dat ze echt van Nederland hield. Dit land geeft ons zoveel en dat is mooi om te horen. De meeste Nederlanders houden van Nederland. Dat denkt deze dame echt. En zeker nadat ze Koningsdag heeft meegemaakt. Ze zegt, ik heb nog nooit zoveel oranje vlaggen gezien. Zoveel rood-wit-blauw. Nooit zoveel verschillende versies van een volkslied gehoord als dit weekend. Nadat ze Koningsdag heeft meegemaakt, moet ze ook toegeven dat het enorm gezellig is als iedereen meedoet.
Om 7 uur werd in de Zuiderkerk het traditionele Oranje Concert gegeven. Aan dit concert werkten het Hogeveens Koperensemble en het Utrechts Politiemannenkoor mee. Bert Koelewijn bespeelde het orgel. Allerlei gezellige vieringen hebben wij inmiddels gezien. Maar nu zijn we nog niet in Eemdijk geweest. Daar is Koningsdag helemaal gezellig. Eerst de heer Rauten, dan de obade. Goedemorgen, Eemdijkers. Namens het COV wil ik u vragen de vraag uit te steken. En om 9 uur bij de abade aanwezig willen zijn. Feest in de feesttent bij het Amaliahuis. Koningsdag. Het is een beetje vreemde bedoeling voor u, denk ik. Hè? Want het is de eerste Koningsdag op Eemdijk. Waar u als de laatste keer voorzitter van de christelijke Oranjevereniging Beatrix. Ja. Hoe gaat u deze dag beleven? Nou, net als de jaren ervoor. Alleen oppassen dat je je niet verspreekt. Ja, moet ik ook. Dat is de grootste klunch. Maar voor de rest gaat het goed. Ja. Boris, ik heb dat meer keren gedaan. En overal komt een keer een einde aan. En dat is bij mij dus ook, dit moment is dus aangebroken dat ik het voor het laatst doe. Ja. Hoeveel jaar heeft u het gedaan? Ik geloof van 15 jaar. Ja, en dit jaar was er weer het traditionele boegspietlopen, gevolgd door spijkerbroek hangen. Altijd spectaculair. You must understand the touch of your hand makes my pulse react. That it's only the thrill of boy meeting girl that presents a track. It's physical, only logical. You must try to ignore that it means more than. I've got cause to be. There's a name for it. There's a phrase that is. But whatever the reason, you do it for me. Oh, what's love got to do? It's got to do with it. What's love but a second-hand emotion? What's love? But I have to say,
Daarna de wedstrijd met 360 degrees muscle twister. Tijdens de spellen was er Rad van Avontuur. Opbrengst voor het KWF. Eind april is het al lang licht en daarom begon de lampionnenoptocht pas om 9:30. En het was toen inmiddels echt donker geworden. Spannend om mee te maken voor de vele kinderen die deze avond lang op mochten blijven. De stoet werd vanaf het begin aangevoerd door muziekkorps Excelsior en later voegden de Amer Blazers in. Tot slot werd er op een groot ponton in de buurt van het strand een prachtig, rijk vuurwerk afgestoken. De knallen waren niet van de lucht. Dit stond in schrille tegenstelling met de vorige avond, toen het licht en de knallen ook niet van de lucht waren. Maar toen was het zwaar onweer. Dankbaar kon aan het einde van de dag geconcludeerd worden dat het mede dankzij het heerlijke weer een prachtige, geslaagde eerste Koningsdag was geweest.
U kreeg door middel van deze bijzondere Spakenburg Nu-editie een beeld van de viering van Koningsdag in Bunschoten, Spakenburg en Eemdijk. U kunt het hele programma nog bekijken tot woensdag 7 uur. Woensdagavond om 8 uur begint Los Politiek, donderdagavond Los Sportcafé en vrijdagavond en zaterdag zijn we er weer met Spakenburg Nu. Nog een heel fijne dag gewenst.